Ik ben Ricardo van de Larenweggroep en in deze video kijken we naar de ABB Busboard, oftewel het innovatieve montagesysteem van ABB. Dit is een ABB 1-fase 10-groepen groepenkast. De originele groepenkasten van ABB, die door ABB worden samengebouwd, hebben een busboardsysteem. Mocht je nu de actuele prijzen van ABB groepenkasten, busboards en componenten willen weten, ga dan gauw naar 123groepenkast.nl/ABB of klik op de link in de beschrijving. Wat is nu een busboard en hoe is het eigenlijk ingedeeld? Een busboard is een spanningsrail met een aantal slots waar eenvoudig busboardcomponenten in geklikt kunnen worden. Busboards zijn er in verschillende uitvoeringen te krijgen. Je kunt ze gebruiken voor conformaten, dat zijn ABB aardelijke automaten, en flexomaten, dat zijn de installatieautomaten, hebben aan de voedende zijde insteekcontacten die eenvoudig in de slots van de busboard geklikt kunnen worden. Op deze manier maak je een elektrische verbinding zonder extra montagehandeling. Ook kun je zo een kast eenvoudig en snel uitbreiden met een extra groep. Wil je meer weten over het uitbreiden van zo'n busboardautomaat? Klik dan op de link in de beschrijving. De stroom loopt vanaf de meter van het energiebedrijf naar jouw elektrische installatie. En die komt daar binnen bij de hoofdschakelaar. Dit kan een 1-fase 2-polige hoofdschakelaar zijn of een 3-fase 4-polige hoofdschakelaar. Hierna wordt de stroom verdeeld onder de aardlekschakelaars. Via de aardlekschakelaars gaat de stroom naar het busboard waar de installatieautomaten ingeklikt zijn. Gebruik jij op dit moment een busboardsysteem? Laat even in de reacties weten wat jij ervan vindt. Er zijn verschillende soorten busboardmodules. Je hebt 1-fase modules en 3-fase modules. Bij de 1-fase module heb je bijvoorbeeld een 2x6 modules 1-polig plus 0 aansluiting. Of je hebt een 3x4 modules 1-polig plus 0 aansluiting. Wil je meer lezen over de busboard en de actuele prijzen weten? De link staat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Wil je meer weten over elektrotechniek? Abonneer je dan op dit kanaal. En heb je vragen of nog een opmerking? Zet hem even in de comments. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.